Laurens Kruizinga heeft een boek geschreven. Afblijven, het is onze school. Geïnspireerd op de geschiedenis van deze school aan de Dalweg in Arnhem. U kijkt naar Dit is Arnhem. Wij zitten hier in de basisschool De Wijzer aan de Dalweg in Arnhem. Bijna zitten we boven in de nok van de school. Laurens, wanneer leerde jij deze school kennen? Nou, een jaar of 4 geleden ging mijn kleindochter hier voor het eerst naar school in groep 1. En ja, als opa ben je dan af en toe op het plein om ze op te halen. Toen vertelde iemand mij dat er in de oorlog het een en ander hier gebeurd was. En ja, zo nieuwsgierig als ik ben, en zeker als het om historische dingen gaat, ben ik daar eens ingedoken en heb ik geprobeerd om die vragen die ik had, om daar een antwoord bij te vinden. En uiteindelijk ben ik erin geslaagd, ja. En dan blijkt het dat deze school die in 1932 gebouwd is, toen een hele prachtige moderne school voor heel Arnhem, een juweel, dat die school in de oorlogstijd door de Duitsers gekaapt is. En dat er ja, van alles gebeurd is. Maar eigenlijk vertel je dan iets wat een heel groot verhaal aan het worden is. Want je hebt uiteindelijk het in boekvorm gevat. Ja, dat is dan een beetje uit de hand gelopen. Hè? Want ik wilde eigenlijk dus dat verhaal helder krijgen, precies de feiten. Nou is dat niet zo erg moeilijk, want in allerlei archieven en zo is er wel nog wel wat informatie te vinden over de feiten. Maar ik wilde op een gegeven moment ook ontzettend graag de beleving van de leerlingen van toen, wilde ik ook graag horen. En ja, dat zijn over het algemeen nu zeer bejaard, hoogbejaarde mensen. En ik ben er gelukkig in geslaagd om een aantal te vinden. En die hebben mij hun persoonlijke beleving in die situatie hebben ze verteld. En ja, toen wilde ik dat voor groep 8 hier op deze school. De school heet nu De Wijzer, maar vroeger heette dat de Leuben-Zelschool. Wel, daar wilde ik dat precies gaan vertellen. En dan begon ik eigenlijk ook maar wat op te schrijven. En dat is helemaal uit de hand gelopen, want dat is dus een boekje geworden. En in dat boekje heb ik dus de kinderen van groep 8, 2 van de kinderen uit groep 8, die heb ik dus dezelfde zoektocht laten maken die ik in de tijd gemaakt heb. Alleen ik heb er ongeveer 1,5 jaar over gedaan en zij hebben het in mijn boek in de herfstvakantie gedaan. En ze komen dan langs allerlei wegen uiteindelijk helemaal achter de situatie van toen. En dan zie je dat geschiedenis, nou ja, 75 jaar geleden is natuurlijk geschiedenis voor velen. En voor sommigen is het ook nog maar iets van pas geleden. Maar 75 jaar geleden, die geschiedenis van toen, die komt dan heel dichtbij bij de kinderen. En we hebben dus nu de afgelopen dagen de presentatie gehad. Ik heb komen vertellen, ben komen vertellen in groep 8 en in groep 7 hier. En dan zie je hoe verschrikkelijk aandachtig de kinderen luisteren. En hoe ze dan ontdekken dat wat er toen gebeurde zo heel dichtbij komt. Nou, dat is in het boekje ook weergegeven. En ik denk wel dat ik erin geslaagd ben om die geschiedenis zo tot leven te brengen voor jonge mensen. Maar er zijn dus 2 hoofdrolspelers, een jongen en een meisje uit groep 8. Die beleven een heel groot avontuur. Ja. Is dat iets wat jij hebt verzonnen of is dat ook echt zo gegaan? Het zou zo kunnen zijn. Ik heb door een samenloop van omstandigheden heb ik die kinderen iets in dit schoolgebouw laten vinden wat hun terugbracht even naar van, hé, dit is uit de oorlog.
Onze... Ja, want ze vonden een speldje, hè? Ja, ze vonden een speld, een embleem. En het boek geeft eigenlijk helemaal niet precies exact aan of dat nou een hakenkruis of iets dergelijks op hem zal iets geweest zijn. En dat was het signaal en dat bracht hun op het spoor om te gaan zoeken, uitzoeken. Wat is er nou bij ons op school gebeurd? En dan kom je tot een ontdekking van een geschiedenis die buitengewoon spannend en die ook in die tijd juist nou, een ontzettende impact heeft gehad op de mensen die hier toen werkten, de schoolleiding, de onderwijzers, onderwijzeressen en ook de ouders. En heel bijzonder is dat de ouders van toen samen met de leerkrachten zich hebben verzet tegen de Duitse bezetter. Met bedreigingen van alles en nog wat. Ja, want die Duitsers die kwamen hier gewoon om die school te kapen en om hun eigen Duitse kinderen hier naar school te laten gaan. Maar waar zijn die Nederlandse kinderen van die school van toen? Waar kregen zij toen vervolgens onderwijs in de stad? Ja, nou zij werden van hier, werden zij toen verwezen naar een schoolgebouw, ja, waar nog wat ruimte was, aan de onder de Linden. Dat is hier niet zo heel erg ver vandaan. Vlak bij de speeltuin, de Leuke Linde. Ook al die locaties worden in het boekje beschreven. Dus voor Arnhemse kinderen is dat extra grappig. Omdat je heel precies kunt beleven van, oh, dat is daar en daar. En, ja, en in die school probeerden de mensen, de onderwijskrachten, probeerden daar om weer geweldig fijn met elkaar school te hebben. Maar ja, toen hadden ze de pech. Want in dat team zat één meester die het helemaal niet zo erg vond dat Nederland bezet was door de Duitsers. En die meester die had alle sympathie voor Hitler, voor nationaalsocialisme. En die deed zijn best om in de klas die kinderen daarmee toch min of meer te indoctrineren. En nou, dat werd dus een enorm conflict tussen de meester die dat wilde en het team. En dat leidde tot van alles en nog wat, waar de Duitsers zich ook mee gingen bemoeien. Er werd gearresteerd, schoolmeesters en de juffen werden bedreigd. Er werd zelfs gezegd van als je niet dit en dat doet en deze NSB-meester accepteert als de nieuwe baas van de school, dan heb je kans dat je doodgeschoten wordt, gevangen gezet. En toch hebben die mensen toen gezegd, nee, wij willen dit niet. En ook de ouders zeiden, nee, wij willen dat niet. En ze hebben zich verzet. En eigenlijk hebben ze toen de school min of meer beëindigd. Want vanaf dat moment gingen de kinderen bij de juffen en de meesters thuis les volgen. Ja, en de Duitsers zaten met handen in het haar, want die wisten echt niet hoe ze met dit probleem verder moesten. Dus die hebben het op een gegeven moment maar gelaten voor wat het was. Inmiddels zaten dus hier wel Duitse kinderen op school. Ja, de Duitse kinderen, dat waren dus kinderen van militairen die hier in Arnhem gelegerd waren. Die mochten dan hun gezin over laten komen. Nou, en die kinderen gingen hier naar school en die hadden hier een hele strenge school, streng regime. Er zijn nog oud-leerlingen die wel eens om de hoek gekeken hebben. En die dus weggestuurd werden. Maar die hadden in de gaten dat hier nou toch niet zo echt prettig lesgegeven werd. Maar hoe heb je eigenlijk, hoe ben je begonnen met het boekje? Want je hebt misschien, in het begin misschien wat aantekeningen gemaakt, maar je bent ook echt mensen gaan interviewen? Ja, ik heb geluk gehad dat ik 7 oud-leerlingen nog weer heb kunnen vinden. Ja, die mensen wonen niet meer allemaal in de buurt en sommigen zijn getrouwd en nou, dan hebben ze dames dan, en vaak gebruiken ze een andere naam. Dus het was echt even een klus, maar ik ben daarin geslaagd. En van de oud-leerlingen heb ik van iedereen een verschillend detail van wat op hen de meeste indruk gemaakt heeft in die tijd. En ja, die hebben mij dat allemaal verteld en dat heb ik samengevoegd in het boek. Dus alles wat erin staat aan feiten en de historie beschreven,
Dat is allemaal precies en juist weergegeven. Is het eigenlijk je eerste boek geworden? Nou ja, ik heb in mijn werk heb ik wel eens beleidsnota's en jaarverslagen geschreven. Maar een boek heb ik nooit geschreven. Daar ben ik nooit aan toegekomen. Ik heb ook niet, eigenlijk nooit die ambitie gehad. En ik zeg ook, dit is mij eigenlijk overkomen. Want door dat gebeuren, door dat zoeken, door die historische belangstelling. En toch de aandrang om daarvan iets op papier te zetten. Is dit zo ontstaan. Ik hoor ook mensen zeggen van, ja, eigenlijk is het een boek wat voor alle leeftijden is. Daarom heb ik ook het verlangen dat veel kinderen, dat hun ouders een boekje voor ze aanschaffen. En dat die kinderen het voor hun ouders voor gaan lezen. Want er zitten zoveel elementen in die van groot belang zijn, ook voor de samenleving van nu. Waarin wij ook weer iedere keer met allerlei dingen geconfronteerd worden waarvan we denken, ja, willen we dit met ons bestaan? Willen we dat met onze samenleving? Kijk, en dan komen er ook momenten dat je moet zeggen, nee, dit kunnen wij niet. Dit willen wij ook niet. Zo willen wij niet. Daarmee moeten we stoppen of dat moeten we een halt toe roepen. Is er dan ook een boodschap in het boek te vinden? Ja. Hoewel ik niet moraliserend in dat boek bezig ben gegaan. Ik heb ook eigenlijk de opmerkingen die ik als volwassen mens in mijn leven en in de samenleving rondwandelend zou willen meegeven. Die heb ik dus vanuit de kindbeleving door kinderen zelf laten verwoorden. En de aanvulling is groot. Want ja, ik bedoel, als ik daar in het boek beschrijf hoe een van de oud-leerlingen in het meisje wat op zoektocht gaat met haar vriend, twee kinderen, een jongen en een meisje, en die ontmoeten een oude meneer die ja, toch ook dementerend is en die in dat meisje zijn oud-Joods buurmeisje herkent, die is afgevoerd naar het concentratiekamp met al haar familieleden. En hij is daar nog erg van onder de indruk en helemaal emotioneel dat hij haar dan weer terugvindt. Een jongen van 11 die het boekje gelezen had en die eigenlijk tegen me zei, ja, zou dat nou ook zo zijn dat als ik later in het verpleeghuis zit en ik ben een beetje dementerend, dat ik dan ook terugdenk aan mijn vriendje. Hij had een vriendje 5 jaar lang in de klas. Maar die was teruggestuurd naar, ja, ergens in een land waar, naar mijn idee, het nog lang niet veilig is. Hij was toen naar Nederland gekomen met het gezin. Maar dat was voor hem een hele emotionele gebeurtenis. Dat zijn vriendje zomaar weer terug moest. Nou, zeker 5 jaar hadden ze samen opgetrokken en ja, zo'n gebeurtenis, dan denk je ook van, hè, kinderpardon, wat moet je ermee? Moet je daar wat mee? Wil je daar wat mee? Nou, ik denk dat er heel veel dingen zijn waar we nu ook over na moeten denken en waar we van moeten zeggen, willen we dit? Of zeggen wij ook, stop, afblijven. Net als dit. Dit is onze school. Maar ben je een beetje van deze school gaan houden? Ja. Het was natuurlijk onze school al omdat mijn kleindochter hier zat. Maar ik ben door daar nu in die geschiedenis te duiken, ben ik een klein beetje een soort oud-leerling geworden. En ik ervaar ook de emoties die de oud-leerlingen op mij overgebracht hebben van wat zij toen beleefden. En dat is nog steeds actueel bij hen. Het voelt nog steeds, ja, het voelt nog steeds. Maar weet je al wat de reacties zijn van kinderen uit groep 7 en 8 die het gelezen hebben ook? Ik heb dus in de voorronde, voordat het eigenlijk bij de uitgever lag, heb ik het aantal kinderen laten lezen. Ook dat jongetje van 11 die dan zo'n reactie gaf. En
Ja, ik moest mij wel zeer verbazen. Want er was één bij die nauwelijks boeken leest. En die daar dan toch mee begonnen is. En die dus later vertelde van, als ik dus de bladzijde uit had, dan wilde ik eigenlijk meteen al weten wat er op de volgende bladzijde stond. Mm-hmm. Hoe het verder ging. En ik ben zelf ook niet zo'n lezer geweest toen ik klein was. Op mijn leeftijd van de basisschool. Lagere school heette dat toen nog. Ik was ook niet zo'n lezer, nee. En ik snap dat. En ik kan ook er blij van worden als ik dan zie dat dit boekje juist voor die kinderen toch ook weer een aanmoediging is om te gaan lezen. Want lezen is inderdaad heel belangrijk. Zou je een stukje voor willen lezen uit je boek? Ik zou dat kunnen doen, ja. Gaan we doen. Oké. Kijk, dan gaan de kinderen dus de conciërge helpen met het opruimen van een kast met allemaal troep. Nou ja, boekjes, oude boekjes. In de kast staan boeken die allemaal in 5 dozen moeten worden gedaan. Die dozen gaan naar het schoolarchief. Daar zal worden bekeken wat er in de oud papierbak moet. Vlug bladeren de 2, die 2 kinderen dus, de boekjes nog even door. Ze zien er wel erg oud uit. 1 boekje heet Oude Bram, geschreven door W.G. van der Hulst. Het plekje dat niemand wist. En een heleboel boekjes over Pinkeltje. Maar dat is voor kleintjes. Rozemarijntje, lijkt Joanne, wel heel erg leuk om te lezen. Ze mag er eentje hebben van meester Haaien. Die mag je meenemen. Daar niet aankomen, zegt meester Haaien. En hij wijst op een doosje voor het alarmsysteem van de school. Als de stekker eruit is, doet het alarmsysteem het niet meer. En dan kunnen dieven hun gang gaan. Boekjes en nog eens boekjes. De hele kast is er vol mee. En ze zijn allemaal zo stoffig. Kijk nou eens, roept Flynn. Hij heeft onder in de kast iets heel bijzonders gevonden. Het is een metalen speldje met een vreemd teken erop. Het ziet er echt heel apart uit. Wat zou dat voor een ding zijn? Joanne is ook erg geïnteresseerd. Meester Haaien bekijkt het. Het speldje. Van onder tot boven. En van voren en achteren. En dan zegt hij, ik denk dat het al heel oud is. En dat het iets te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog. De beide kinderen worden er stil van. Na een poosje vraagt Joanne, mogen wij het houden? Meester Haaien vindt het goed. Maar wel eerst nadat jullie de klus geklaard hebben. De regen is inmiddels gestopt. En het werkje is klaar. Joanne en Flynn groeten meester Haaien. En bedanken hem voor de boekjes. En voor het speldje dat ze gevonden hebben. Ga maar uitzoeken wat het voor een speldje is, roept meester Haaien hen nog na. Weet je waar ik zin in heb, zegt Flynn. In een overheerlijke donut van bakker Tom van Otterlo. Alsof ik het zelf bedacht heb, roept Joanne enthousiast. Kom, we gaan. En dat is het begin van de speurtocht. En die wordt nog veel spannender. Nou heb je net dit verhaal, of althans een deel van het verhaal, voorgelezen. Maar je bent ook voorleesopa. Nou ja, vertel opa. Ik ben in het zomerseizoen ben ik in het Openluchtmuseum hier in Arnhem. En daar vertel ik aan de bezoekers ook stukken geschiedenis van Nederland. Ik ben dan meestal te vinden
in de Indische hoek. En dat is dus de verhalen over de koloniale tijd van Nederland en de decolonisatie, dus dat de onafhankelijkheid van Indonesië en wat dat voor gevolgen had voor de mensen die daar woonden. En dan vooral voor de Indische Nederlanders, hè, die van beide eigenlijk van oorsprong waren, het half Indisch, half Nederlands. Nou, en die moesten allemaal weg en het was heel vervelend, maar dat is ook een stuk geschiedenis. Ik hou ervan om over de geschiedenis te vertellen. En in principe, want dat is ook nog een verrassing, om binnenkort zal ook de wethouder van Arnhem, Ron Keunig, die zal voor alle basisscholen een paar boekjes beschikbaar stellen. En daar in de brief staat ook dat ik in principe bereid ben, als het niet te druk gaat worden, om ook bij andere scholen iets te komen vertellen over deze geschiedenis.